Ze waren eerst jeugdvrienden en later rivalen. Nick en Hassan, allebei 18 jaar. Op Oudjaarsdag 2022 ging het mis. Nick stak Hassan in het centrum van Bladel dood. In de rechtszaal werden beelden vertoond van de steekpartij. Te zien is hoe de jongens samen oplopen. Op een gegeven moment beginnen ze tegen elkaar te schreeuwen. Ik ga je steken. Nee, ik ga jou schieten. De koppen gaan tegen elkaar en Nick haalt uit. Hij steekt Hassan in buik en in zijn borst. Hassan overlijdt ter plekke en Nick rent weg. Al in 2021 bedreigde Nick Hassan, en stak hem zelfs. Op zijn beurt kwam Hassan terug bij Nick en bedreigde hem met een pistool en trapte hem in elkaar. Beide jongens werden veroordeeld. Ze kregen een contactverbod, ze kregen een enkelband. Dat ging ruim een jaar goed, tot ze elkaar weer tegenkwamen op Oudjaarsdag in Bladel. Het OM eist twee jaar jeugddetentie en vindt dat hij intensief behandeld moet worden via jeugd-TBS voor zijn gedragstoornis. De rechter doet op 29 september uitspraak.